Dag Kate, goedenavond in Sinterklaas. Hey. Een beetje laat en geregend, hè? Ja, ik was eigenlijk te laat, maar ze hebben het goed opgevangen op het podium en ze hebben toch nog gewacht, wat ik heel fijn vind. En er stond eigenlijk nog veel volk, dus het was goed, ja. Wat heb je gedaan hier vandaag op het podium? Ik heb vandaag Voyage Voyage nog eens gezongen en Désenchanté. En uw nieuwe weg, hè, eigenlijk? Ja, nieuwe weg. Geen Frans meer? Geen Frans meer, dus mijn nieuwe album is ook uit, Electroshock. Dus dat ziet er allemaal goed uit, hè. Ja, wat staat erop? Er staan 14 nummers op, heel gevarieerd, heel poppy, heel catchy refreintjes, meezingbaar, happy muziek gewoon. Was het publiek hier? Het publiek was al wel een beetje uitgeregend, zag ik. De mensen hadden een beetje koud, maar ze deden nog wel heel goed mee. Oh, ja. Wat betekent Anna voor u? Heel belangrijk voor mij, hè. Mij altijd gesteund. Het is altijd tof om optredens te doen. Zeker openlucht optredens zoals vandaag. En ik zal altijd alles doen om er te zijn. Op tijd, vandaag iets minder op tijd, maar bon. Ja. Ik was er en ja. Een drukke zomer? Ja, ik heb een heel drukke zomer, zowel Vlaanderen als buitenland. Dus ik ben heel druk bezig. Maar dat is buitenland? Wat is dat dan? Spanje, Zweden, Rusland, Polen, een beetje van hier naar daar. Ja. Wat doe je liefst? Het liefste voor mijn eigen volk in mijn eigen bed. Is waar? Ja. Maar buitenland dan? Dan kies ik Spanje. Ja. Ja. Waarom? Omdat dat een leuk land is, toffe mensen, lekker eten, lekkere sangria. Vandaag een beetje minder sexy? Ja, dat mag eens, hè. Moet niet altijd te bloot zijn, hè. Wel. Bedankt. Alsjeblieft.